Nou, ik heb hier twee boeken van de twee dames die alle twee Kamerlid waren. En over hun Kamerlidmaatschap een boek hebben geschreven. In dezelfde periode waren ze ook Kamerlid, dus ze zijn sterk vergelijkbaar met elkaar. En de tweede, Aiboltje Berkmoes, die schrijft ook over de eerste. Ik herkende veel in het boek van Sharon Gesthuizen. Het was voor haar een traumatische tijd. Zelf ben ik niet zo dramatisch als Gesthuizen. Zoals gezegd, ik ben eerder saai van mezelf. Of misschien moet je zeggen nuchter. Ik zou het woord nuchter niet gebruiken, het is meer laconiek. Het is een laconiek boek. Het is redelijk goed geschreven. Dat geldt ook voor het boek van Gesthuizen. Het zijn geen grote schrijfsters, alle twee niet. Dat is wel jammer, want anders dan had je natuurlijk toch nog wel een veel beter beeld gekregen van hoe het is om in de Tweede Kamer te zitten. Maar wat opvalt in die twee boeken is de overeenkomst tussen beide werken. Beide dames zijn vrij snel in de Tweede Kamer terechtgekomen. Dat vond ik verbazingwekkend. Ze gingen alle twee de gemeentepolitiek in. En vielen daarop en waren binnen no time ook Kamerlid op de lijst gezet en Kamerlid. Het zal ook een rol spelen dat ze er alle twee zeer aantrekkelijk uitzien. Ik denk dat ik zo snel niet in de Tweede Kamer terecht zou komen. Maar ze zijn natuurlijk twee mooie vrouwen, dus langs die weg zal dat ook een rol gespeeld hebben. Sharon Gesthuizen is meer een bekommerde en een fanatieke Kamerlid dan Aiboltje Berkmoes. Berkmoes heeft volgens mij een beetje met de pet nagegooid. Of kreeg eigenlijk misschien ook gewoon niet de kans om er iets van te maken. Dat is moeilijk uit te maken. Gesthuizen heeft zich er helemaal in vastgebeten in de politiek. Ik hoorde al iemand zeggen van de SP, ik herken me helemaal niet in dit boek. Maar dat vind ik zwaar overdreven. Het beeld wat hier geschetst wordt van de SP is helemaal niet zo ongunstig. Het is een rigide partij met een grote partijdiscipline. En ergens bovenin, daar zit nog Jan Marijnissen, die de touwtjes strak in handen houdt. En die in dit boek bepaald niet erg gunstig wordt afgeschilderd. Maar ik denk toch dat er op dat beeld van Jan Marijnissen in dit boek niet veel valt af te dingen. Zo'n Bert Maar, zo'n boze man, komt ook in dat boek van Aiboltje Berkmoes voor. Daarin is ook weer een overeenkomst. Dat is Halbe Zijlstra. Nou, die wordt echt als een beest afgeschilderd in dit boek. Maar ja, misschien klopt dat wel, ik weet het niet. Hoe het ook zij, het is erg boeiend om ze na elkaar te lezen, want er zijn veel overeenkomsten. Het gaat om twee totaal verschillende partijen. Ik heb veel meer op met Gesthuizen qua politiek dan met Aiboltje Berkmoes. Die schurkt erg in haar gedachtenhoed aan tegen Wilders en zo'n griezel als Thierry Baudet. Dus wat dat betreft bevalt ze me helemaal niet. Maar de laconieke toon van dat boek is wel aardig. En bij Sharon Gesthuizen kan je weer heel erg waarderen dat ze zo ongelooflijk betrokken is bij de politiek en er het beste van probeert te maken. Kortom, twee zeer interessante boeken.